Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken. Vandaag ga ik langs Marianne. En zij doet mee nu in een nieuwe documentaire. Hans betaalt de schade. Dit is dus een serie. En die meiden die hebben allemaal een Hans. En die Hans die betaalt dus alles. Dus ik heb mijn mooie pizza deken ingeruild voor wat nepgeld. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja, natuurlijk. Ik zag het en ik dacht, what the fuck. Eerst zag ik die documentaire, of de promo op Videoland. En toen dacht ik... Wat de fuck is dit? Ja, ik dacht, het is een serie. Er gaan 10 meiden gaan heen. En die moeten dus, weet ik veel, die kijken hoe ver ze gaan met alles. Oh, dacht je dat echt? Ja, ik zag eentje die gooide zo de tieten in de lucht. Ja. En, nou, wat ik daar ook heb meegemaakt... Maar zat jij ook op die boot? Ik zat ook op die boot. Maar welke debielen gooi je die tieten in de lucht? Nou, dit is sowieso een heel gek verhaal hoor. Maar dat komt benieuwd. Allemaal zo. Ja, wat is dit? Cheeseburger. Oh ja. Nou, eet smakelijk. Ik zeg eet smakelijk. En ik dacht dus echt dat het een groep was die op vakantie ging. En gewoon dachten van nou, lang leven de lol. Lang leven de lol, ja. Ja, dus, maar ik kreeg dus ook een mailtje via RTL binnen. Of ik op MacDate wou met een van jullie. Oh. Dus ik was helemaal zo van, ik was leuk. En ik had ook al een berichtje gedaan naar jou, voordat ik die mail kreeg. Leuk. Ik hou van McDonald's. Ja, ik ook. Alleen ja, toen keek die docu en toen dacht ik eigenlijk eerst van kut. Dit vind ik jammer. Maar uiteindelijk is het wel een hele mooie docu geworden. Ook voor jou. Ja, ik heb wel meer gehoord dat mensen echt een soort van seks, drugs en rock'n'roll iets hadden verwacht. Ja. Zeg maar door die docu. Wat ik ook kan begrijpen, want mensen zagen die docu. De promo zagen ze. En ja, ik kan wel begrijpen dat je dat dan weet als je die promo ziet. Ik was ook van die promo geschrokken hoor, moest ik zeggen. Ja. Want de docu is gewoon heel anders. Ja, dat is wel. Serieus. Ja. En, ja, de docu is fucking serieus. De docu is gewoon ook serieus, over dat jullie niet zeg maar die tieten in de lucht gooien allemaal en weet ik wel wat. Nee, absoluut. Nee. En ik zijn gewoon hardwerkende meiden. Ja. En die promo was 15 seconden en was what the fuck. Dus ik kreeg een vraag van waarom zit je er dan eigenlijk in? Nou, voor mij was het eigenlijk wel een heel makkelijk antwoord. Want de documentairemaakster Mildred, die had mij benaderd via Instagram. Ja. En die zei eigenlijk, ja, heb je mooie foto's en ik zie een bepaalde luxury lifestyle op je Instagram. Kunnen we een keertje bellen over een documentaire? Nou, toen was ik wel gewoon benieuwd. Toen hebben we gebeld en toen had ze verteld, hè, het gaat Hans betaalt schade heten. Heb je iets met dat onderwerp te maken? En toen heb ik haar gewoon verteld over mijn bedrijven, hè, hoe ik dat ben gestart en dat daarom komt dat ik gewoon veel leuke dingen kan doen, dat ik gewoon heel hard werk, simpelweg. Maar daarnaast zitten Dina en ik, mijn vriendin, die ook wel gewoon in een vriendenkring waarin bijna iedereen het gewoon super goed heeft. Ja. En daardoor kom je vaker op een jacht terecht bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk super leuk. Is toch ziek dus vet zij eigenlijk. Vond het gewoon heel leuk om een kijkje in die wereld te krijgen. Ja. Maar daarnaast ook te laten zien van zo kan het dus ook als vrouw. Je hoeft helemaal niet uit te kleren. Nee. Kijk, dat gebeurt wel. En dat is heel belangrijk dat het ook is laten zien in die dopen. Van het verhaal van Samantha, super erg verhaal natuurlijk. Ja. Wat zij allemaal dat was dat meisje, die andere meid. Die meid, inderdaad. Die had ook gezegd dat ze natuurlijk naar bed is geweest met één zo'n gast. Ja. En ja. Dat ze helemaal, Een soort van misbruikt zelfs eigenlijk. Ja. Dat ze ook seks met vrouwen moest hebben en allemaal erge dingen. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar wordt het ook van jou verwacht, als jij bijvoorbeeld nieuwe mensen leert kennen, van die mannen, dat ze dan denken van, oké, Marianne die ga ik even lips op laten spuiten en dan verwacht ik dat zij vanavond bij mij in het hotel komen? Nee, want ik stel me sowieso eigenlijk voor bijna geen man open, moet ik zeggen. Wat ik net ook al tegen jou zei, ik ben zo moeilijk met mannen. Ja. Dus ik heb een paar mannen in mijn vriendengroep met wie ik heel close ben als vrienden. En met hun ga ik dan wel eens uit of gaan we eten, dat soort dingetjes. Maar het is niet dat als ik ergens in een club ben en ik vind het eigenlijk ook helemaal niet leuk als een man naar mij komt om te praten. Nee, ik heb altijd iets van, doe laat maar, ik ben bij mijn vrienden. Ja, echt waar zo. En ook als ik gewoon met vriendinnen ben, ik hou er helemaal niet van eigenlijk als mannen zoveel aandacht komen vragen. Ik ben altijd gewoon lekker mijn eigen ding aan het doen. Ja, daar heb je eigenlijk een heel ander beeld van. Want ik heb dus, zou ik je wat grappig vertellen? Ja. Ik had dus ook een keer gehoord van, mensen die kunnen zich aanmelden op suikerarrangementen. En dan, ken je dat? Ken ik
maken. Ja, en dan kun je zeg maar mensen die geven je dan geld en dan moet je alleen eventjes wat een kopje thee drinken. Dus ik dacht, ja, ik ga wel even bij een bejaarde langs even een kopje koffie drinken. En dan krijg ik geld. Zo ja, als het zo makkelijk was, ja, iedereen dus, doen, ja, dus ik had me aangemeld op die site en toen zag ik ineens allemaal mensen die ik kende, zaten daar ook op. En toen dacht ik, oké, ik ga het gelijk verwijderen. Heftig is dat, hè? Ja, dat zitten echt heel veel mensen op die site. Maar het kan natuurlijk ook, want een kennis van mij heeft het ook gehad dat ze haar foto's hebben gebruikt. Ja. En dat gebeurt echt heel vaak. Ja. Maar ik woon in een dorp en die mensen die, die ja, daar zaten, die dacht ik van, wat de fuck doe je in deze site? Ja, ik woon ook in een dorp. Oh, echt? Nee, je hebt ook heel veel vrienden die natuurlijk die, ja, hoe zeg je dat? Die veel volgers hebben, denk ik, en zo. Ja, en dan word je al sneller account gebruikt. En deze mensen die waren gewoon basic. Waarvan ik dacht, hey, what the fuck ben je aan deze site? Nee, nee, nee. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Dat mensen dat wel doen. Klopt. En nog een dingetje. Mm-hmm. Wat je zou eerst ook meedoen, misschien met Temptation, toch? Het is maar oh, kut. Oh shit, de burger. Kutzooi! Wacht! Oh, deze is nog goed. Deze is, er zit er nog in. Oké. Dit is echt typisch ik gewoon. Oh nee, boeien. Oh ja, dat staat ook wel heel onhandig. Zal ik het hier achter weer zetten? Oké, even deze weg doen. Ja, dat klopt. Ja. Twee, drie maanden geleden, toen was ik nog met mijn ex. Ja. En toen hadden ze ons gevraagd. En eigenlijk zei ik gelijk nee, want het is ook eigenlijk niks voor mij. Ja, toen op de een of andere manier hadden ze ons toch overgehaald. Hij ook wel, hij wou het meer dan ik. Ja. We waren ook nog super kort samen, 6 maanden ongeveer. Lekker uit die frietsaus trouwens. Heerlijk, ja. Super lekker. Ik had het nog nooit geprobeerd. Nee, daarom. En toen waren we dus uiteindelijk uitgekozen. En na echt 4 of 5 dagen voordat we zouden vertrekken, toen werden we ineens gecanceld. En we hebben ook nooit gehoord waarom of iets, maar uiteindelijk ben ik er wel heel blij mee dat het niet is doorgegaan. Niet omdat ik dacht dat, dat het daar fout zou gaan. Alhoewel, ik denk wel dat mijn ex daar gekke dingen zou doen. Ik sowieso niet, want ik heb mezelf een super netjes. Ja. Interesseert me echt niet of daar nou 10 of 100 mannen rondlopen. Ik ga er wel lekker liggen in mijn bikini. Ik ga lekker liggen en de lul. Succes. Mooie vakantie. Ja, ik had gewoon een vakantie gevonden oprecht. Ik heb ook een leuk spelletje meegenomen. Oké, dit is dus als je het wel hebt gedaan en dit is als je het niet hebt gedaan. Oké. Ja? Ik heb nog nooit een grietje een klap voor haar kanus gegeven. Nee, natuurlijk niet. Vind je mij daar een type voor? Ik ben veel te netjes en braaf. Kijk, ik heet dus Marianne, hè? Ja. Mijn vrienden noemen mij altijd Heilige Maria. Oh, Virgin Maria. Virgin. Ja. Omdat ik nu ook al een half jaar alleen ben. Ik heb nog, ben nog nooit zo dronken geweest dat ik zelfs niks meer kan herinneren. Nee, ook niet. Nee. Nou, zij is echt de Heilige Maria. Ik ben maar 1 keer echt dronken geweest. Ja. En dat was 1 jaar geleden. En toen moest ik naar de wc om te kotsen. Ja. En toen heb ik 1,5 uur, ik had zulke naaldhakken aan. Oh, zat ik 1,5 uur zo op de grond bij de wc. Nee. En ik kon gewoon niet opstaan. Oh, wat erg. En waren er wel vrienden bij dan? Ja. Oh, die hielpen je wel. Ja, maar ik had allemaal dingen gemixt. En ik was een beetje boos. En ik, ik was nog nooit zo ver gegaan qua drank. Dus ik dacht 1 keer, boeit het niet alles mixen na toen kotsen. Oh, wat een ellende. Maar 1 keer. Oké. Ik heb nog nooit geld gestolen of iets anders gestolen. Nee, ook niet. Ja, misschien een snoepje bij de kruidvat. Ja, dat wel. Ik heb nog nooit een vriend of vriendin ontvolgd op Insta. Oh, jawel hoor. Ja? Doe je dat ook? Tuurlijk. Dus na 2 maanden ontvolg je mij. Nee, natuurlijk niet. Maar wel, als je gewoon een dingetje met iemand hebt gehad en je wil geen contact meer, ja, dan moet ik je dan volgen. Ja, dat is wel waar, ja. Ik heb toevallig gisteren ook nog een paar mensen ontvolgd. Ja. Nou jongens, als jullie kijken, kijk even of Marianne je nog volgt. Ja, ik had gewoon een paar mensen in mijn lijst, die, daar heb ik al jaren geen contact meer mee gehad. Dat is gewoon van vroeger. Dan denk ik, ja, als jij ook niet mijn foto's lijkt, waarom zou ik je dan nog... Waarom moet ik jou dan wel volgen? Ik ben nog nooit de klas uitgestuurd. Ja? Wat je... was op school dan wel weer stout. Ja, dat denk ik ook. Als leraar, wat vertel eens iets. Nou, dat is wel grappig. Ik heb dus VWO gedaan. Oh, best wel slim. Ja, ik ben wel een slimme meid. Ja, maar niet zo goed. Maar ik doe VMBO. Ja, ik heb VWO gedaan. En toen ik dus in mijn examenjaar zat en mijn diploma had gehaald,
toen had je dus zo'n avond waar er honderden ouders in de aula zaten. En dan ging iedereen zo zijn diploma ophalen, weet je wel. En dan was de directeur er. En die ging 3 leerlingen specifiek benoemen. Wat hij niet meer zou vergeten van dat jaar of in zijn carrière. Nou, dat is weer die naar voren. Heel Want ik was toen dus ook al business lady, zei hij altijd. En ik moest altijd vrij vragen voor dingen. En ik was best wel, best wel stout hoor. Af en toe wel niet komen. Ik vond dus dat ik andere belangrijke dingen te doen had dan school. Ja. En toen was dus die avond gekomen. Die 3 mensen ging benoemen. En toen ging hij mij benoemen. Omdat hij dus 1 keer bij mij het klaslokaal was binnengekomen. Omdat hij met mij moest praten. Omdat mijn cijfers niet zo goed waren. Ja. En toen had ik hem een kaartje gegeven. Kaartje. Zo van, bel me maar op mijn kaartje. Nee, ja, maar dat bedoelde ik helemaal niet met zo'n attitude of zo hoor. Maar hij zei, ja, kan je je nummer opschrijven dat ik je straks kan bellen? Dus ik gaf gewoon mijn kaartje, hier staat hij op. Nou, dat vond hij dus blijkbaar zo grappig. Ja, ik vind het ook wel grappig. Hij zei, ja, dat ga ik nooit meer vergeten. En ik schaam me echt kapot. Echt misschien 1000 mensen of zo. En ik dacht echt, oh shit. Hier heb je mijn kaartje. Ja. Ik heb nog nooit een leugen over mijn beste vriend verteld. Tuurlijk niet. Nee, dat zijn je vrienden, dat zou ik ook niet doen. Ik heb nog nooit gelogen over mijn leeftijd. Oh, jawel. Ja? Ja, wel eens. Waarom, wanneer, wat voor situatie? Ja, weet ik niet meer goed, maar... Als je op stap of zo gaat. Wel één, ja, dat sowieso. Nu nog in Dubai. Maar jij, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21, net. Zij is godverdomme... Hé, luister, ik ben ook bijna jarig. Wanneer was je jarig dan? 16 november. Ik ben 29 november jarig. Oh, ben je ook een schorpioen? Nee, ik ben een boogschutter. Oh, jammer. Oh, ouder jij dan? 21 ook. Nee! Ik ben daar gewoon even oud. Ben je even oud? Ja, maar je hebt veel meer geld dan ik waarschijnlijk. Daar gaat het. Godverdomme. Nou, kijk wat voor verschillende leven wij hebben. Ik ga zitten alleen maar in de auto in de McDonald's en zij gaan naar dikke jacht en zo. Ik heb nog nooit in de zee gepoept. Wel in het zwembad een keer. Nee, in het zwembad! Ja, en dat is heel... Hoe oud was jij? Ik heb zo'n trauma daaraan overgehouden. Nou, misschien 7. Oh, ja, en ik had echt diarree ineens. Ik was met mijn vader. Ik ga je nog wel terug. Ja, en ik heb echt een trauma overgehouden. Oh, wat erg. Ja. Ja, maar ja, ik was een kind. Ja, dat is waar. Dan kun je ook niet zo als je 7 bent. Zo, ja, ik was gewoon een kind. Nee, dat is waar. Ik ben nog nooit gearresteerd. Zal ik wat grappig vertellen? Nou, van de week, vorige week. Wij liepen dus met wat mensen bij elkaar, met z'n vieren liepen wij. En toen ineens, was de politiebusje. Maar wij waren een beetje bang toch, want wij dachten, of nou een vriendin van mij die was juist bang. En die dacht, zo krijg ik een boete omdat we met z'n vieren bij elkaar lopen. Oh, yeah. Dus weet je wat zij doet? Zij zet hem op het rennen. Waardoor die politie achter ons aankwam. En ik dacht, kut, wat moet ik nou? Dus ik ging heel snel wegrennen ook. En toen werd ik gebeld door Brenda, die vriendin, maar die was zo snel weggerend. En die ging bosjes in, weet ik veel wat. En weet je waar ze ingevallen was? In de modder. Nee, tot zo diep. Ik maak echt geen grapje. Ik heb een foto, je gaat echt stuk. Ja. En, oh, en toen belden ze me op, Nick, je moet me redden. Dus ik ging weer terug. En wat is er met de politie gebeurd? Ja, toen ging ik weer terug naar haar. En toen kwam de politie, zei de politie. Ja, ga jij met mij mee? Dus toen moest ik met hem mee. Maar ja, ik hoefde uiteindelijk, hebben ze me afgezet bij de parkeerplaats. Maar die dachten dus, jullie hebben iets uitgevoerd. Ja, die dachten dus dat we wat uitgevoerd hadden, maar dat was helemaal niet. Ik heb nog nooit met 2 mannen op één avond gezoend. Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ik kan me niet voorstellen wat ik moet doen. Nee, ja, maar ik bedoel gewoon 2 verschillende, hè? Niet... Gezoend? Ja, nee, niet natuurlijk niet. Nee, dat kan toch? Ja, nou, niet als je Marianne heet. Wat een gekke. Ja. Maar hoe is het, zeg maar... Kun je misschien uitleggen hoe Hans, want ik vind Hans nog best wel een achterlijke naam. Hans en Genietje. Ja, ik hou ook totaal niet van Hans. Denk je dat ik mijn vrienden Hans noem? Ja, hey Hans, we gaan weer Hans op pad. Ja, ik ga dan tegen mijn vrienden zeggen, Hans, gaan we vanavond stappen? Ze gaan me aankijken. Ben je niet goed? Ben je niet goed? Nee. Nee, want Hans en Grietje. Ja, dus ben jij een soort van het Grietje. Ja, dat is toch ook zo'n... Nee, maar dat is toch ook een domme naam. Grietje, alsof je de achterlopende snor bent. Ja, die achter hem aan loopt. Ja, en ik kreeg best wel wat reacties van waarom zit je dan in die docu? En verkoop je lichaam dan voor geld?
En ik begrijp ook totaal niet hoe ze daarbij komen. Heb je die doku niet gekeken? Nee. En ik kreeg ook reacties van, wat vinden je vrienden dan dat je aan dit meedoet? Ja. Al mijn vrienden, en dan heb ik het over mannen, hè? Ja. Die dan in die soort van rol als Hans altijd treden. Die vinden het super leuk. En die zeggen allemaal, ja, je hebt echt jezelf laten zien dat je gewoon zo hard werkt. En maak je niet druk. Het is echt een leuke doku geworden. Je hebt jezelf is het ook wel. Ik vind het ook echt een leuke doku. En wat hun gewoon ook belangrijk vonden was dat mensen gewoon konden zien dat ik zo hard werk. Want dat is gewoon de hele tijd. Ik ben altijd degene die het eerst naar huis gaat ergens. Want Mariana moet weer heel vroeg opstaan. Mariana moet weer dingen doen. Ja, want je hebt ook een eigen zaak, toch? Drie eigen bedrijven. Ja, ja. En ook een kledingzaak volgens mij. Waar kledingwebshop. Webshop. Een hostessenbureau. En dat loopt nu iets minder door de corona. Oh ja. Daarvoor ging het echt super goed. Wat ik eigenlijk doe is heel veel, we zijn wel knappere meiden. Zeg maar inzet op beurzen, congressen. Evenementen, feestjes, noem maar op. Ja. En die treden eigenlijk een beetje op als gastvrouw. En het zijn ook heel veel verschillende werkzaamheden wat die dames doen. Dus het kan heel simpel gasten ontvangen zijn, maar ook ondersteunen bij salesgesprekken, informatie verstrekken, garderobe doen, koffie, thee serveren. Ja, echt heel veel verschillende dingen. Ja. Ook autoshowrooms. Die doe je ook. Heb je misschien wel eens gezien bij een Audi of een Porsche. Als je naar binnen komt, staat er altijd een leuke dame, toch, die ontvangt. Ja, ik ga nooit naar zulke dingen. Oh, kut. Nee, ik ga nooit naar zulke dingen. Maar ik heb het wel eens gezien bij films en zo. Ja, ik heb er dan een paar meiden van mooi zijn te spelen. Ja. Ja, dat regel ik heel veel. Ja, en kreeg je trouwens ook betaald voor die doken? Nee. Niks? Nee, allemaal niks. Vrijwillig? Vrijwillig, maar ze hebben wel echt wel meegedaan met bepaalde zaken. Ook, we zijn dus twee keer in Ibiza gefilmd. Ja. En één keer hebben ze wel tickets voor mijn vriendin betaald. Dus wel meegedacht met sommige dingetjes. Als jullie op stap gingen, even extra champagne. Dat eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, valt wel mee. Ze dat wel doen. Maar ik moet zeggen, het was wel echt een hele leuke dame met wie we hebben gefilmd. Mildred heet ze. Een hele leuke vrouw. En ik vond het ook hartstikke leuk om alles te zien. En op de jacht ging ze wel mee. Dus dat ook. Time of her life. Ja, het is zo chill. Eerlijk, dat is toch chill. Time of her life, had zij ook, Oh, dat is. Stel je voor, ik zou zoiets filmen. Of zou ik met jullie meegaan? Dat zou toch ziek vet zijn? Zelf. Want ik ben het helemaal niet gewend, zeg maar, zoals jij leeft. Ben je wel eens op een jacht geweest? Nee, nog nooit. Ja, in Giethoorn op zo'n kutbootje. Weet je wel. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Nee. Ja, nee. Nou, was wel met vrienden, was wel leuk. Maar nee, het liefst ga ik ook op zo'n jacht waar jullie op zitten. Ja, het is ook heel leuk. Ja. Ja. Ja, wat moet ik er anders van maken? Ik ga een keer met jou op stap. Ja, natuurlijk mag je niet mee op stap stellen. Ken je ook veel mensen die echt seks hebben dan met Hansen? Niet direct. Maar ik hoor wel in de wandelgangen van, die doet dat. Die doet dat. Dus niet close vriendinnen, maar wel dat ik het hoor van mensen. Ja. Weet je, van die kent dan weer die kent dan weer die. Dus die doet dat. die doet dat. Af en toe hoor ik wel eens dingetjes. Maar ik ben wel ook nogmaals zo weer opgevoed van laat iedereen zijn waarde, laat iedereen lekker doen wat hij zelf wil. Als een vrouw gelukkig wordt van met handjes naar bed gaan of weet ik wat ze allemaal doen. Ja. Ik wil het volgens mij ook niet eens weten. Nee, dat denk ik ook niet. Dan moet zij dat lekker zelf doen. Ja, dat is toch? Ook als iemand als daar gelukkig van wordt. Doe maar. Doe lekker. Ga er bovenop. Doe maar. Ja. Nou, eigenlijk wil ik jou heel erg bedanken. Ja. Ik vind het echt grappig hoe je zo, dat je ook gewoon, hoe zeg je dat nou? Iemand heeft gewoon een ander beeld. Snap je wat ik bedoel? Ik had ook een ander beeld, maar wat het eigenlijk gewoon niet. Maar het is wel jammer dat mensen altijd een vooroordeel hebben. Ja, dat is wel waar, Dat is ook waarom ik heb meegedaan. Ja. Omdat ik heel vaak die berichten krijg van, hoe betaal je dat allemaal? Ja. Die vakanties en... Heb je een sugar daddy? Of wie is je vriend? Ja. Ik heb helemaal geen vriend. Ik ben gewoon alleen. Ik ben gewoon alleen. Ik kan voor mezelf. Ja, ik ben gewoon helemaal alleen. Nou, wel heel erg knap van je. Oh, dank je wel. En jullie moeten haar allemaal gaan volgen op Instagram. Ik zet het hieronder. Ja, mij ook. Allemaal abonneren. En dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg!